Frans, goedemiddag. Goedemiddag. De negende wedstrijd alweer in de topklasse voor IJsselmeervogels. Zo snel gaat het, hè? Ja, gaat heel, bijna een derde van de dingen zit er al op van de competitie. Wat verwacht je vanmiddag van deze wedstrijd? Een tegenstander die de ruimtes klein wil maken. Die vanuit het georganiseerde blok wil counteren. En wij, ik denk dat wij veelal zullen aanvallen. En dan moet je waken voor de omschakelmomenten en de ruimtes die je laat, die je goed bewaakt met elkaar. Ik zag ook dat je één wijziging had aangebracht in de opstelling ten opzichte van vorige week. Ja, Brian Burger houdt die start niet. Ik heb met Brian vorige week al erover gesproken voor de wedstrijd uit. Ik vind dat Brian te geblokkeerd functioneert op de zaterdagen. De trainingen doet hij het zeker heel aardig. Alleen, vorig jaar is hij van bankzitter is die basisspeler geworden. En dan wordt er dit jaar wordt er ook dat weer van hem verwacht. En Jannik die is vorige week goed ingevallen. Dus wij vinden dat Jannik verdient om te spelen vandaag. Ik zag dat je ook weer Nabil El Khoury terug hebt. Die zit op de bank. Kan die vandaag spelen? Dat is een verrassing, want Nabil die heeft een middenhoeksbeentje gebroken gehad. Heeft 6 weken in het gips gezeten. En de dag nadat het gips verwijderd was, is hij volop aan het trainen gegaan. En boven verwachting, heel verrassend. En Nabil heeft zo scherp getraind, ook van de week in het 4-4. Dat wij gemeend hebben in overleg met de medische staf en ook in overleg met hem om hem mee te nemen. En natuurlijk, als je Nabil nodig hebt, dan staat hij er. Dus hij kan eventueel invallen. Het zal niet voor een langere periode zijn, want hij is conditioneel natuurlijk een stuk achterop. Maar als het eventueel nodig mocht zijn, dan kunnen we Nabil brengen. Ik zag dat je nog 2 blessures had. Frank Schaap en Gerson. Ja. En Frank die heeft last van zijn lies. En Gerson die heeft last van zijn hamstring, wederom. En daar tegenover staat dat Hanna Gari weer terug is bij de groep. Na ook geblesseerd te zijn geweest aan zijn lies. Je hebt ook 2 spelers die staan op scherp. Tony Tol en Nemi. Ja. Hou je daar nog rekening mee? Nee, daar hou je in zoverre rekening mee dat ze voor deze wedstrijd gewoon inzetbaar zijn. Nou, op het moment dat ze een kaart oplopen, dan weet je dat ze volgende week niet kunnen spelen. Maar ik denk dat we mogelijkheden hebben om die situatie dan op te vangen. Maar we gaan niet het veld in met de gedachte van die staan op scherp. Laten we ze maar niet laten spelen. Nee. Zo werkt het. Vorige week was je nogal heel duidelijk dat je, toen vertelde je aan het eind van de wedstrijd over Benson, die kon nog niet 90 minuten spelen. Ja. Hoe zit dat vandaag? Ik denk dat hij, als hij vorige week een uur hebt kunnen spelen, dat hij, dan verwacht ik in ieder geval dat hij vandaag tegen de hele wedstrijd aan zit. En dan zal het of 80, 85 minuten zijn of de hele wedstrijd, maar het is de bedoeling dat hij meer minuten gaat maken dan vorige week. Een hele andere vraag. Maak je zorgen? En dan vraag ik dat specifiek. Je creëert een hele hoop kansen, maar te weinig doelpunten. Ja. Nou ja, als je dan, zoals vorige week, die wedstrijd heb je onnodig verloren. En dat is jammer. Het belangrijkste is wel dat je kansen creëert. Dat hebben we vorige week gedaan. Maar je scoort ze niet. Dat is natuurlijk wel iets wat je jammer vindt. Want zo'n wedstrijd tegen Scheveningen moet je gewoon winnend afsluiten. Deze groep die er nu staat, geblesseerden die komen terug, Benson raakt fitter. Ja, en die zijn nog niet dusdanig op elkaar ingespeeld dat het allemaal volop automatisme is. En dat heeft meestal tijd nodig. Nou, en in dat opzicht zeg ik dat wij groei kunnen gaan maken en ook groei gaan maken. Tot slot, mag je even de opstelling zeggen? Ja, we beginnen met Patrick Sonneveld in de goal, met Tony Tol, met Kees Toet, Dennis Hollard en Jim van Alst achterop. Op het middenveld Ashraf Nemi, Oktay Oosthoek en Mike van der Laar. En voorin met Fred Benson, met Yannick Makusdilla en Michael de Harde vanaf links. Veel succes vanmiddag. Dankjewel. Ja.
Ja!
Hey, hey, hey.